De vorige keer bij de Mad Luigi. Hey, wacht, dit heb ik alweer een tijdje niet gedaan. Fucking Scott! Maar hoe kan je nog in leven zijn? Dat komt heel erg simpel door mij. Maar zonder dat jullie het wisten, had ik Scott te vervangen met een dummy met heel veel netbloed en Scott al veilig in de tijdmachine gebracht. En het avontuur gaat verder. Wat ben je aan het kijken, Scott? Dit is een of andere video die een YouTuber genaamd Alles is Game heeft gemaakt. En ik vind hem heel erg kut. Ja, dat kan ik begrijpen, Scott. Maar er is toch geen reden om die gozer nu te gaan vermoorden of zoiets. Oh, dat heb ik al lang gedaan. Maar goed, het is nu tijd dat jij je werk gaat doen en een theorie gaat maken. Ja, maar Scott, er is al een paar dagen Pokémon Sun & Moon nieuws en ik moet nu echt een video maken over de nieuwe Pokémon. En ik moet ook binnenkort weer naar school, dus als ik die nu niet maak, dan heb ik een probleem met mijn kijkers die die video's kijken. Oké, ik ga al een fucking theorie maken. Laat me gewoon nu even alleen, dan kan ik eraan werken. De Minecraft-wereld kent verschillende monsters en een van die monsters is de zombie Pikmin. Maar wat is een zombie Pikmin nou eigenlijk? Waarom zit hij in de Nether en waarom is het sowieso een varkenszombie? Het is best wel een mysterieus wezen. En weet je wat? Vandaag gaan wij antwoord zoeken op de vraag wat een zombie Pikmin nou eigenlijk is. Deze theorie was aangevraagd door mijn kijker Luigi Gaming, dus ik zal deze theorie maar even voor je maken. Bedankt voor je inzending. En onthoud mensen, als er een theorie is die jij graag wil zien, dan hoef je dat alleen maar in de comments te zeggen en dan zal ik er een kijkje naar nemen. Maar goed, wat is een zombie Pikmin? Ik heb eigenlijk twee ideeën wat een zombie Pikmin kan zijn. Eén van die ideeën is een beetje kort en is de meest waarschijnlijke reden waarom hij echt bestaat. De ander is waar deze theorie voornamelijk over gaat, dus hier gaan we. Hardcore Minecraft fans zullen dit waarschijnlijk wel weten, maar toen Minecraft net in zijn development was en toen het nog helemaal in de eerste fase zat, was het plan om de villagers varkensmannen te maken. Tenminste, dat is een verhaal wat rondgaat over het internet. En nou is mijn idee, zou de zombie Pikmin misschien de originele zombieversie van een villager moeten zijn? Aangezien de villagers in Minecraft zelf ook al een zombieversie hebben, denk ik dat de originele functie van de zombie Pikmin was dat ze de zombieversie zouden zijn van een varkens villager. Dit is de meer technische manier van hoe de zombie Pikmin in het spel is gekomen. Maar als we nu kijken naar in-game, als we nu een theorie gaan maken van wat de echte reden is waarom zombie Pikmins in de Nether zijn en wat ze precies zijn, dan wordt het echt een heel stuk interessanter. Voordat we gaan kijken naar wat de zombie Pikmin is, gaan we eerst even kijken naar wat zijn thuis is, oftewel de Nether. De Nether is een hele duistere plek in de Minecraft wereld. Alles daar staat gewoon in brand. Je kan het eigenlijk gewoon de hel van Minecraft noemen. En ook al weet ik zeker dat jullie het met mij eens zijn dat de Nether eigenlijk de hel van Minecraft is, wil ik jullie toch nog eventjes wat dingetjes vertellen waardoor we het extra zeker weten dat dit ook echt waar is. Want we zouden niet willen dat iemand gaat zeggen dat er een gat in mijn theorie zit. Nee, dat is een grapje, Dimitri. Je bent een heel goede gast. Ik maak maar een grapje. Doe gewoon wat jij wil doen, oké, maat? Niet boos worden mij, please. Iedereen sub op Dimitri.
Als je helemaal naar de top van de Nether graaft, dan kom je opeens bij een bedrock laag uit. Net zoals dat als je in de normale wereld van Minecraft helemaal naar beneden graaft, je ook bij een bedrock laag komt. Dit kan betekenen dat de Nether en de normale Minecraft wereld boven en onder elkaar zitten. Net zoals dat mensen vroeger dachten dat de hel onder de aarde zat. Natuurlijk kan je gewoon creative mode de bedrock breken en dan zie je dat er boven de Nether en onder de normale Minecraft wereld niks zit. Maar we kijken naar deze theorie via een perspectief van dat je in de survival wereld zit en dus niet in creative komt. Natuurlijk plaatsen ze niet nog een hele wereld onder de normale Minecraft wereld. Daarvoor hebben ze het Nether Portal. Het gaat om het idee dat de Nether en de normale wereld onder en boven elkaar zitten. Maar wat heeft dit met de zombie Pikmin te maken? Nou, eigenlijk alles, aangezien de zombie Pikmin in de Nether woont. En zoals we net al hebben laten zien, is de Nether gewoon de hel van Minecraft. En wat gaat ook weer altijd naar de hel? Mensen. Als mensen heel veel slechte dingen hebben gedaan in hun leven, dan worden ze volgens de streng gelovige christenen en ook heel veel andere geloven naar de hel gestuurd. En misschien worden daar wel iets meer gestraft dan alleen maar eeuwige marteling. Zeg eens, jij vindt het toch zeker ook niet leuk als iemand je een varken noemt? Iemand uitschelden voor een varken is best wel beledigend. Ik bedoel, ze zitten de hele dag in modder. Gewoon trollen in eigen poep en zo. En ze krijgen alles te eten wat ze... Eigenlijk hebben varkens best wel goed qua eten. Niet kwaad rollen in de poep, dat is wat minder. Maar over het algemeen is het gewoon geen goed plan om iemand een varken te noemen, aangezien dat best beledigend is. Misschien is dat wat de zombie Pikmin zijn. Misschien zijn het een heleboel slechte mensen die naar de hel zijn gestuurd en als straf als een varken eruit zien. Om te laten zien hoe slecht ze waren. En het zombie gedeelte komt natuurlijk omdat, nou ja, ze zijn dood, maar toch leven ze in de hel. Maar dan is er nog één klein vraagje. Waarom vallen zombie varkens als een van de weinige hostile mobs je niet meteen aan als ze je zien? En waarom werken ze in een groep? Nou, dat kan misschien komen omdat deze varkens gemarteld worden. Deze zombie Pikmin hebben heel veel slechte dingen gedaan. En omdat ze nu in de Nether zitten, worden ze constant gemarteld. En ik denk niet dat ze heel veel zin hebben om te vechten. Maar, zodra je ze slaat, dan worden ze boos. Dan kunnen ze de frustratie van al dat martelen niet meer aan. En dan pakken ze je allemaal tegelijkertijd. Nou ja, dat is gewoon mijn idee. En Scott, wat ben je aan het doen? Ik ben gewoon eventjes Portal aan het spelen op mijn nieuwe computer. Sinds wanneer heb jij een computer? Weet je nog die ene gast die dat filmpje had gemaakt en waarvan ik zei dat ik hem had vermoord? Ja, ik heb hem van hem gestolen. Scott! Wat? Het is niet alsof hij hem nog nodig heeft of zo. Ik wil dat je dat ding nu terugbrengt. Oké, dan, je kan hem houden. Laat mij dat tenminste iets van GTA 5 spelen of zoiets. Echt niet, hij is van mij en mij alleen. Oké, prima. Ik ga nu toch mijn outro doen. Dus mensen, vond u dit een leuke video? Geef dan een like. Abonneer zou ook wel leuk zijn. En laat in de comments achter wat je van de theorie dacht. En laat ook achter ideeën voor theorieën die jullie in de toekomst willen zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.